gewoon alles te veel. Te veel schoenen, te veel kleding. Ja. Ik moest een paar schoenen van mijn man uit de koffer halen en ze hebben keurig gedaan. Ik denk dat ik te veel zomerkleding had meegenomen, want daar was het winter. Dus dat was een vergissing. Maar voor de rest heb ik me prima aan de maximale aantallen gehouden, zeg maar, aan het gewicht. Ja, hij wel. Wij niet. Wij hadden netjes. Wij snappen dat even beter. Ja. Dus hier is het eigenlijk een beetje andersom. Ja, dat krijg je als je in gezin zit met vrouwen. Dat is de man die de meeste kleren meeneemt. Ja, is dat zo? Altijd te veel. Dat is de ijdelheid van mij. En wat denkt u dat de reden hierachter is? Ja, je wil niet elke dag hetzelfde gekleed en je weet niet precies wat je gaat doen. Als je uitgaat wil je toch een beetje leuk uitzien. Just in case. Just in case that pair of shoes hurt. Just in case it's colder than I thought. Just in case those pants don't look right. We hadden zelfs minder kilo, want je mag 60 kilo meenemen. En ik geloof dat wij 31 kilo hadden. Alleen maar het hoognodige. Je hebt niks nodig in Turkije, alleen maar de bikini. Ik zou gewoon echt denken, niet te veel schoenen meenemen. Want die kan je altijd daar kopen. Je kunt niet alles tegelijk aandoen. Ik heb 3 stelletjes meegenomen, ik heb ook 3 stelletjes mee teruggenomen.